Leon Vlemmingshoort komt deze nederlaag aan? Nou, die komt wel aan. Zeker als je eigenlijk in de tweede helft zit te wachten dat je zelf 2-1 maakt. Want dat was volgens mij de sfeer van de wedstrijd. En als je dan een grote kans creëert en die gaat via de paal uiteindelijk nog op een hele vreemde manier terug bij de keeper. Dat was denk ik de grootste die we hebben gecreëerd. Maar ook nog een aantal andere situaties. Ja, dan is het eigenlijk heel vreemd dat je deze wedstrijd hebt verloren. Maar dat komt omdat je niet zo goed staat te verdedigen bij momenten. Ja, dan doe je op de spelervattingen, denk ik. Ja, daar is Cambuur heel goed in. Ze hebben uit die 4 goals die hadden gemaakt, volgens mij 3 spelervattingen die ze al hebben gemaakt. En ik moet het even terugkijken waar dat precies in zit. Ik weet niet precies wat daar gebeurt. En dat is heel erg frustrerend als je daardoor een wedstrijd verliest. Nou, er waren ook momenten dat jullie balverlies leiden, dat er ineens een zee van ruimte ligt voor Cambuur om er massaal uit te komen. Ja, daar speelden hun ook op. Hè. Dus is niet ons wat aan de bal. En daardoor konden wij proberen om voetballend best wel op banen te zijn. Maar als je dan heel eenvoudig balverlies leidt in de breedte van het veld, ja, dan gaan hun daar meteen gebruik van maken. Dat was, bij die eerste goal was dat zo. Maar op laatst, als het al 2-3-1 is, ja, dan moet je risico's nemen en dan ontstaan van dat soort situaties meer. Wat is volgens jou nou de belangrijkste reden voor deze nederlaag? De belangrijkste reden is denk ik dat wij de kansen niet hebben gemaakt in eerste instantie. En dan vooral rondom de tweede helft, rondom 1-1. Daar hadden wij gewoon 2-1 moeten en kunnen maken. De fase daarna betekent dat je inderdaad slecht staat te dekken bij spelervatting. Nou, en verdedigend gezien betekent dat we toch wel wisselend hebben gespeeld. Dat weten we met mensen in de laatste linie. Ja, dan vergt het heel veel communicatie. Voorafgaand aan deze wedstrijd zei je van we willen graag zorgen dat we applaus krijgen bij onze eerronde en dat we 3 punten pakken vandaag. Ja, het hangt natuurlijk met elkaar samen, maar het is allebei niet gelukt, hè? Nee, allebei niet gelukt. Maar ik denk ook een beetje het gevoel van teleurstelling, ook bij mensen omheen. Een beetje gevallen is doordat je 2 spelervattingen tegenkrijgt en daardoor de wedstrijd verliest. Maar ik denk niet door de manier zoals wij op het veld hebben gespeeld en getracht om die wedstrijd in onze hand te zetten. En dat is bij Vlagen gewoon goed gelukt. Er waren weer wat mensen die al de witte zakdoekjes tevoorschijn haalden. Wat vind je daarvan? Ja, dat hoort er allemaal bij. Dat is bij sport. Sport is soms winnen en verliezen. En wij hadden een hele matige start van de competitie. Heel wisselend. En daar was deze wedstrijd ook een voorbeeld van. En ik vind het fijn dat straks een aantal blessures terugkomen. Ketting komt nu terug. Laver komt terug. Dus daar gaat de goede kant op. En dan kunnen we achterin ook wel meer keuzes maken. Wat heb je tegen je spelers gezegd na afloop van deze wedstrijd? Want ik kan me voorstellen dat bij hen ook hard is aangekomen. Ja, gewoon ook dat ze rechtop moeten blijven lopen. En dat wij heel veel energie hebben gestoken in deze wedstrijd. En tegen een ploeg die net als wij aan het einde van het seizoen bij de bovenste zal spelen. Daar heb je ook mee te maken met een tegenstander. Ook een tegenstander die nog ook het zoeken is. Ook een paar punten maar had in het begin van de competitie. En daar baal je van. Maar die teleurstelling die mag niet te lang duren, want dinsdag moet je er weer staan. Je zegt een ploeg die net als wij wel weer bij de bovenste gaan eindigen aan het einde van het seizoen. Dat vertrouwen is nog steeds wel aanwezig? Ja, dat is vertrouwen nog steeds aanwezig. En dat is gebaseerd op? Nou, dat is gebaseerd op kwaliteiten van onze spelersgroep. En als wij straks de selectie compleet hebben met de vervelende blessures die we hebben gehad in de voorbereiding. Waardoor we eigenlijk achterin continu hebben lopen zoeken naar. Ja, dan komt dat straks goed, maar dat gaat niet vanzelf. Dinsdag is inderdaad al de bekerwedstrijd. Is dat ook wel lekker dat je zo snel mogelijk deze kater kan wegspoelen? Ja, ik denk dat je hoe eerder hoe beter. Maar nogmaals, het zijn wel 2 dingen die ik gescheiden hou. Teleurstelling van een verlies van de wedstrijd. En tegelijkertijd heel rationeel de wedstrijd bekijken. En daar heb ik een ander gevoel over als smerig gevoel van de 3-1.